Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Zo heel af en toe kom je wel eens wat tegen in een lading die je van iemand overneemt. Waarvan je denkt, wat? Nou, dit is er ook zo een. Dit is een trein gemaakt door RSO. En het enige wat ik ervan kan zien is Made in Yugoslavia. A-test Z74428. Het is in niet zo'n goede toestand. Ik ben eens gaan zoeken. Nou, wat is dit? En zover als ik kan vinden, is dit eigenlijk dit merk gerelateerd aan Mehano. Mehano is uit Slovenië, ook voormalig Joegoslavië. En ofwel RSO was een merk van Mehano waarmee ze voor anderen produceerden, of precies andersom. Het is me niet helemaal duidelijk. Nou, deze locomotief die kwam ergens mee en hij heeft behoorlijk wat te lijden gehad. Iemand heeft er wel, lijkt het, ramen in gemonteerd, omdat dit is één helft en hier is de andere helft en die zijn mooi gebroken en er lijkt het ingelijmd. Er zit ook allerlei zwarte aanslag in. Maar verder zit hij wel. Ik vond het interessant hoe dat de motor op de wielen gemonteerd is. Doordat hij hierin hangt, op deze twee punten vast zit, kan hij vrij bewegen. En hij stuurt hij rechtstreeks het onderstel aan. Dus. Verder valt op dat deze wel, ook verlichting heeft. In ieder geval aan de ene kant. Hier lijkt hij kapot te zijn. En volgens mij, gezien dat hier kabels uitkwamen, zou de stroom eigenlijk van dit voorste stel opgepikt moeten worden en hier nog ergens opgezet moeten worden. Maar ja, apart gevalletje. Ze zitten, ik vind hem eigenlijk degelijker in elkaar gezet dan een Lima. Voor wanneer dat hij geproduceerd is in ieder geval. En ik ben benieuwd of dat iemand hier meer informatie over heeft. Want dit is toch wel. Ik zie ze niet zo heel vaak. Het is de eerste keer dat ik er een tegenkom. Dus mocht je er iets meer van weten, laat het me weten.